Hi, ik ben Eveline Bruin en ik ben jullie NC's Life Coach. Ik ben niet alleen presentator, maar ook spelletjesfanaat. Mijn familie vindt dat ik kattig word als ik spelletjes speel. Maar ik ben natuurlijk gewoon fanatiek. Moet ik me daarvoor excuseren? Ik zeg nee, daar hoef je je niet voor te excuseren. Fanatisme is alleen maar goed en leuk. Het enige is dat ik je wel adviseer dat je een beetje voorzichtig bent met het laten zien van het feit dat je niet tegen je verlies kan. Mijn vrienden zijn mega fanatiek met spelletjes. Het zal mij echt mijn reet roesten wie er wint. En daardoor willen ze helemaal niet meer met mij in een team. Wat moet ik doen? Want ik wil wel meespelen. Nou, dat antwoord lijkt me heel simpel. Fake it till you make it. Zodra iemand de spelregels voor gaat lezen, heb ik al geen zin meer. Kunnen we dat deel niet gewoon skippen? Nee, dat kan je niet skippen, dat deel. De spelregels zijn wel helaas belangrijk voor de gezelligheid in het spelletje. Want als er geruzie komt over de spelregels, dan kost het alleen maar meer tijd en dan heb je helemaal geen zin meer. Dus hou het gewoon lekker bij de regels en dan komt het altijd goed. Heb je niet meer vragen?